Marcel, we zitten hier nu vlak voor de poort van het fort van Eben-Emael, daar waar de Tweede Wereldoorlog voor België begonnen is. Je kunt het zo noemen, dus de bekende geschiedenis met de Duitse landing. Maar jij hebt het heel anders meegemaakt. Jij hebt de oorlog vanuit een volledig ander punt gezien. Kun je daar iets meer over vertellen? Ah, wel Frans, ik werkte in Duitsland, in Ludwigsburg, in een firma waar ze tandwielen maakten, als draaier. En ik was dan met een jongen van 10, ook een gelijkgezinde van mij. En wij kregen daar dan genoeg reclame en propaganda. Hè, ook doe, en jij moet ook bij de Waffen-SS komen, bij het Duits leger en tegen de communisten gaan vechten. En dan hebben wij ons in eind augustus gemeld bij de Waffen-SS. Feitelijk bij het Vlaams Legioen. En dan zijn we in Frankfurt naar de keuring gegaan. En wij zijn daar goedgekeurd. En mijn vraag was dat ik graag bij een panzereenheid ging. En ze hebben dat dan ook gedaan. En dan zijn we binnengegaan in Senijm. En daar hebben we 14 dagen gelegen. En daar hebben we dan de eed van Hitler moeten afleggen. En vandaar zijn we met een trein naar Breslau gegaan. Hetgeen dat nu Pools gebied is, Wroclaw. En in Breslau hebben we ons infanterieopleiding gekregen. En van Breslau zijn we naar Milowice gegaan. En daar kregen we dan dus de opleiding van vrachtwagenchauffeur. En van Milowice zijn we naar Debica in Polen gegaan. En daar kregen we dan ons panzerwagens, ons stormgeschutten. En daar hebben we dan een maand of twee onze opleiding gekregen. En met kerstnacht 1943 waren we aan kerstmis vieren. Het was een heel mooie bedoeling. En we worden daar schoon lieden, het was er genoeg te eten en te drinken. En om een uur of 12, half 1, komt daar een koerier binnen. En die geeft onze chef een brief. En onze chef staat recht en leest die een brief voor. En wij moesten ons klaarmaken om naar het oostfront te gaan. Zo, dus Marcel, als ik dat goed begrepen heb, heb je eigenlijk vanaf je eerste oorlogsdag als militair aan het oostfront gestaan. Ja Frans, dus wij zijn in Debica, dan met kerstmisnacht. Kregen we dan bevel van naar het front te gaan. Dan hebben we alles op de trein geladen, ons vrachtwagens, ons panzerwagens. Daar waren daar ook mensen bij van de luchtafweer met vier lichtvlak en met twee min 22 mm. En dan zijn we dus naar het oosten gereden. En we hebben daar ongeveer, ik kan het me juist zeggen, was nu 3 dagen en 4 nachten, alleszins toch een heel poos op gereden. Maar ja, met ups en downs, stoppen en vliegeraanvallen en zo. En dan zijn we dus in de kanten van Zhytomyr in een station gekomen. En dat was reeds ingenomen door de Russen. Maar we hebben daar dan met veel ups en downs ons kunnen ontschepen. En ons tanks van de trein rijden. En dan zijn we dus direct in het gevecht gekomen. Want ik weet nog, de infanteriecompagnies die waren daar al. En een van die compagnies is vertrokken en die was vermist. En de tweede compagnie moest die gaan opzoeken. En de tweede compagnie is in een inderlaag gevallen. En die zijn dan met gevechten en alles door de Russen krijgsgevangen genomen. En die zijn daar later, heb ik dan horen vertellen, met vele miserie en dagmarsen en zonder eten en kou. En beroofd van hun kleren en van hun schoenen. Naar het kamp in Tambov gebracht, een 400 kilometer van Moskou. Maar dus, wij zijn dus naar het front gegaan en we hebben met ons tanks dus het feitelijk aanval, maar een aanval is de beste verdediging, dus op, terug, en dus van Milowice naar Berdichev, van Berdichev naar Proskurov, Stara Konstantinov, altijd zomaar teruggetrokken in gevechten, totdat we dan in Jampol geraakt zijn. En in Jampol is Vlaams Legioen feitelijk omsingeld en is dat daar wel een beetje heel gedecimeerd geweest. Daar moet een schrikkelijke veel gevechten geweest zijn. En wij hebben het geluk gehad, wij lagen aan de buitenkant van de stad. En dat wil zeggen, de brug was nog intact, want de Russen moesten die brug ook hebben om er binnen te komen. En wij moesten die brug ook hebben om eruit te geraken. En dan ondervond de legerleiding dat de Russen in bombardementen zo leiden, zoals een tapijt tussen begon op een bepaalde plaats.
En ze bombardeerden altijd maar verder om dus een totale vernietiging van het leger te bekomen. Dus er was maar één oplossing, uitbreken. En dan hebben ze de stormgeschützen, 3 of 4 tanks hadden we nog, meer niet, dat weet ik nog. Die zijn dan in volle vitesse over de brug gereden, hebben dan uitgewaaierd, geen dat ze kosten kapot rijden en kapot schieten, en die verdwenen. En allemaal was in paniek. Maar die hebben zich dan verder teruggedraaid en die hebben dan de Russen in hun rug aangevallen. En zo zijn wij met ons batterij er toch nog heel uit afgekomen. Maar dat wil zeggen, zij die op de vrachtwagen zaten en die eraf viel, die waren verloren, want we mochten niet stoppen. En dat was heel geluk dat dat die nacht gevrozen had, want we moesten door het veld rijden. Stel dan een keer voor dat dat modder was, dan was dat een hopeloze zaak. En dus we werden beschoten en ik had op mijn wagen, ik denk een 10-tal of 12-tal zwaar gekwetsten. Als ik zeg zwaar, wel, dat was zwaar, dat was een en bij. Met zijn linkerbeen tot aan boven zijn knie, zijn rechterbeen onder zijn knie en zijn linkerarm af. Dat was een en bij met een buikschot waar dat de darmen zaagt liggen. En wij krijgen artillerievuur en bombardementen. En mijn convoyeur, die zat nevens mij en een schrapnel slaat door de deur. Mijn convoyeur, bijna al midden doorgesneden. Die schrapnel is achter mijn rug met kussen kapot gescheurd en door de zijdeur naar buiten gevlogen. Dan zijn we onderweg, ik denk dat in Stara Konstantinov was. En dat was al een redelijke grote stad en die was nog wel in Duitse hand. Want daar was dan een kazerne van de vroegere GPU of van de vroegere militaire dienst. En daar waren we dan ingekwartierd. En dan zijn we zo teruggetrokken. Dan op een bepaald moment, Sturmbarführer Schellung, dat was dus de bevelvoerder van het Vlaams legioen. Want normaal, als ik binnengegaan ben, dan droegen wij geen SS-spiegels, maar het zonnewenderad op onze kraag. En na een poos hebben ze ons bevolen van dat zonnewenderad eraf te doen en dan moesten we die SS-spiegel erop naaien. Want ik weet nog, bij ons waren dan mensen die gestudeerd waren, advocaten en geleerde mannen, die dan toch in opstand tegenkwamen. Wij woonden bij het Vlaams legioen, maar niet bij de Waffen-SS. Maar ja, daar was daar toch niks aan te doen, dus dat is dan allemaal toch terug in orde gekomen. En dan zijn we dus afgelost en dan zijn we vandaar door de Karpaten over Roemenië, Hongarije, een stukje van Tsjechoslowakije en zo door Polen gereden dat men op het einde in Jaslo ongeveer een, kan ik maar zeggen hoeveel kilometers van Debeca, hebben een paar dagen in Jaslo moeten blijven omdat er in Debeca nog geen plaats was. En Debeca, dat is een ersatslager, dus een vervanglager. En Debeca bestaat uit 4 ringen van ongeveer 4 kilometer omtrek. En elke ring had een Vlaamse naam. Eidelager, zo gelijk als in de tijd in de Vlaamse Ardennen. En daar zijn we dan terug bijeengekomen en hebben we terug versterkingen gekregen, terug oefeningen kunnen doen. Maar wij moesten altijd op ons tanks wachten. Want de Duitse eenheden snoepten die altijd van voor onze neus. En dat was waar ook, hè? Dat was echt, dat is feitelijk een beetje ons geluk geweest. En dan zijn we van Debeca, moesten we naar Tsjechoslowakije. Ergens een 60 kilometer van Praag waren dorpen, die waren dus, omdat IJdrich, de chef van de Gestapo, is daar vermoord. En hebben ze die dorpen allemaal leeg gemaakt. Wat dat ermee gebeurt, dus dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in elk dorp was een burgemeester en nog een paar mensen die in dat dorp toezicht moesten houden. En wij mochten daar niks kapot doen. Dus wij sliepen daar in huizen, hè, met dubbel bedden en we deden daar oefeningen en marcheren en zo. Maar we hadden daar ook een schoon leven. Want een panzereenheid hervormen, dat kost veel geld en veel tijd. En dan zijn we van Knowitz vertrokken naar de Lüneburger Heide in Duitsland. Omdat men daar dacht, ze gaan daar valsgeremtroepen laten landen.
En dat de beveiligers zijn naar Lüneburg rijden. Maar dat was dat al. Oktober. Dus we zijn daar dan toegekomen op het einde van oktober. En we lagen daar allemaal in grote boerderijen. Want in die boerderij waar ik lag, ik ga daar nog regelmatig naartoe. We lagen daar met 7 soldaten. 5 Vlamingen en 2 Duitsers. En de eerste avond zaten we in die grote plaats. En dat was een chique boerderij met een schoon entree. En echt een luxueuze boerderij, een ereboerderij. En we waren om liederen zingen. En allemaal Vlaamse liederen. En we horen in de hal zo een lawaai. En we doen de deur open en die boerin en de boer en nog mensen en knechten, die stonden op ons te luisteren omdat we aan het zingen waren. En dan vroegen die aan ons wat voor landsluiten dat maar waren. En zeiden dat maar wij Vlamingen waren. En dan zijn we vandaar, dat was voor Kerstmis, zijn we terug naar... Wacht, nu moet ik gaan toch een keer gaan pazen. Waar zijn we toen naartoe? En ik moet gewoon nadenken. Ik denk terug naar Tsjechoslowakije. Ah nee, naar Batsarov. En Batsarov, dat is een stad niet al te ver van Berlijn, maar ik kan ook niet meer zeggen hoe ver. En in Batsarov woonden toen de filmsterren. Zara Leander, Willy Birgel en al die mensen. En daar lagen we in een kazerne, heel nieuw gebouwd. En we moesten daar ook oefeningen doen, want ik weet nog, we moesten daar een keer oefeningen doen met angranaten. En een van die angranaten moet per vergissing of uit sabotage plek van mijn geelkopzunder met een andere zunder dat hij direct ontploft. En een van onze onderofficieren trok die granaat af en die man was dood. En dan heette toen een beetje een onderzoek geweest wat dat er daar van sabotage of iets gebeurd was. En daar hebben we dan terug ons nieuwe panzers gekregen. En dan de 28 februari was mijn verjaardag. En ik was toen 20 jaar. Ja, in 45. En de 1 maart moesten we terug naar het front. Maar ja, dat was dan aan de Oder. En dan zaten de Duitsers, de Russen nog redelijk ver. En dan zijn we terug naar het front gegaan. En de 1 avond aan de Oder stond er bij ongeveer, ik kan het niet meer zeggen, met een 120 tot 140 tanks. Maar wil dus zeggen, samenraapselen, Panzer 4, stormgeschut, Etzer, Tijger en zo, en een divisie van de Weermacht. Maar als ik daar nu aan terugdenk, die divisie van de Weermacht, dat was feitelijk maar een hoopje mensen. Mensen van de luchtmacht, die nooit aan front geweest waren. Mensen van de marine, die geen boot meer hadden, hè. En dat was allemaal, maar ja, die jongens, dat waren sukkelaars. Die hadden geen ervaring. Als ik dan nu aan terugdenk, op die bepaalde plaats waar dat gevecht plaatsvond, dan lagen daar onder de doden. Die jongens wisten niet wat ze moesten neerleggen. Dus we hebben daar dan ons laatste gevechten gedaan. En dan hebben wij om duur, was ik met mijn tank helemaal alleen. En onze commandant heeft vaandelvlucht gedaan. Dus ik zat als ladekanonier, boordschutter, en ik was ook commandant. En Cyril Roels, de Bobby van Zeelen, was mijn richtkanonier. En Gerard Bauer was de panzervarer. En wij hadden bij ons op onze panzer altijd 4-5 infanteristen tot bescherming van onze tank tegen de andere infanteristen. Maar dat was kanonvlees. De jongens waren ook niet beschermd. Als daar beschietingen waren, kosten die achter onze tank gaan staan. Maar als dat artillerie was, waren die ook kwetsbaar. En dan hebben wij dus heel die laatste maand en half hebben wij helemaal alleen aan het front gereden. En ik moet zeggen, ik vertel je de zuivere waarheid. We hebben enorm, enorm, enorm veel geluk gehad dat we brandstof vonden. Dat we munitie vonden. Dat we ons altijd konden bewapenen. En dat we in de dorpen, in Zorofte-Uizen, was een winkel geweest. En dat we dan in de schuur gingen en dat daar een berg stro lag. En als men die een berg stro wegdeed, dat daar met geel tonnen levensmiddelen, dat de mensen niet kunnen meenemen hadden. Dat er onderweg op de weiden tientallen onder de koeien liepen. En die bladen van de pijn was niet gemolken werden.
Dat is echt. Dan zat je, en de beesten liepen daar maar rond en zo. En in boerderijen liepen de varkens en de kippen op de hof. Dus we moesten maar een varken doodschieten om ergens met een zelf proberen vlees klaar te maken. En dan vonden we dus, ik zeg het, we vonden ergens soms een camion ergens in een hoekje van een dorp. En dat was ineens met benzine. En dan konden we ons vol tanken. En dan vonden we soms een vrachtwagen met munitie. En dat was dan juist munitie die wij nodig hadden. En dan hebben we dus de laatste maanden hebben we zo altijd maar alleen rondgezworven. Zonder alleen telefonisch was ik nog in contact met mijn commandant. Want op een zeker ogenblik dan ben ik in commandant en dat was Untersturmführer Eidrich Gust. En dat was een Gentenaar. En wij communiceren in dat moment in het Nederlands. Omdat de Russen ons toch niet zouden kunnen. En hij zegt, Meisman, zegt hem, waar bevindt gij u? Ik zeg, Untersturmführer in Stettin. Man, zegt hem, maak dat je terugkomt. Je zit in een zak van 30 kilometer. Dus Russen zaten al 30 kilometer voorbij Stettin. Dan reed ik in Stettin in stad. Al die hoge gebouwen stonden in lichterlaai. Dus langs weerskanten van de boulevard. En daar viel al een huis in en daar viel al een boeboen. En dan was daar een brug. En ik zeg tegen Gerard Bauer, Gerard, wat denk je over die brug? Ah, wel, zegt hem, die brug is niet breed. En ik zal daarover rijden tegen 50 per uur. Als de brug invalt, dan zijn wij er al over. Frans, dat is echt gebeurd. Goed, dat rivierke was misschien een meter of 8 of 10 breed. Dus hier dat die brug kapot was, waren wij aan de andere kant. En dan, ja, dan hebben we dus nog verschillende harde gevechten meegemaakt. Want ik weet nog, we kwamen een keer uit een bos op een heuvel en daar stond een heel mooie boerderij. Praktisch nog nagelnieuw. En bij ons was er een oberscharfuurer en die heette Richard Wagner. En dat was een afstammeling van de Wagners. Want die man gaf bij ons in de batterij muziekles. En wij gaan op die boerderij en toen waren we nog met een tang of 4, 5. En dat liep daar vol koeien en varkens. En we gaan op die boerderij, in die boerderij binnen. En dat was ongelooflijk. Schoon lokaal. En dat was daar een lokaal en daar stond een vleugelpiano. En Wagner begint op die piano te spelen. En hij zegt tegen mij, kijk, zegt hij, die Russen krijgen die piano niet. Hij legt daar een handgraat op, doet deksel dicht, trekt af en buiten en die piano in kan een plafond. En dan kwamen we, dan zijn we alleen gevallen. Dus Bauer, Roels en ik en die 4 infanteristen. En er waren 2 jongens bij Van Lippeke. Dat weet ik nog altijd, maar ik ben hun naam vergeten. En dan kwamen we ook op een heuvel uit een dennenbos. En op de linkerkant stond een heel grote schuur. En ook een nieuwe. En aan die schuur lag dat vol ransels van de luchtmachtsoldaten. Dus dat waren mensen die gewoon waren van een vliegtuig benzine te geven, van de bommen eraan te hangen, van herstelling. Dus dat waren ook geen frontsoldaten. En als we daartoe kwamen, dat was een stuk grond. En daar waren geweldige diepe olle straten in. Als ik zeg 5, 6 meter diep, overdrijf ik niet. En ze hadden daar waarschijnlijk in de tijd een stuk uitgesneden en ik denk om steenbakker te spelen. En dat was een stuk land dat zo'n goeie 100 meter breed en even 250 meter lang. En op het einde van dat stuk was een weg. En op dat veld stond een boom en daar stond een tang onder. En dat was een van ons mensen. En ik heb nooit niet geweten wie dat was. Want wij stoppen. En Bob, mijn kameraad, zegt, steekt een sprenggranaat in de loop. En ik ga me op de ingang van die Oolstraat inschieten. En we stappen uit. En we gaan naar die tang om munitie over te brengen naar ons. Want die kon toch daarmee niks meer doen. Maar gelijk als we bezig op munitie dragen waren, klinkt de roep van links, panzer van links. Dus wij, de chauffeur, de richtkanonier, allemaal een tang in en panzergranaat in. En die eerste tang die naar de ingang reed, hadden we te liggen en daar stonden al die tanks stonden daar stil. En dan moesten we nog prijs schieten.
Dus dat was laden, vuren, laden, vuren. En op een zeker moment blokkeerde ons kanon. Dus ons kanon kan niet meer naar voren komen. Dus wij konden niet meer schieten. Ik zei dat tegen mijn mannen. En ik zei tegen Bauer, Richard, achteruit rijden. Dus hij dan naar links, en, want wij kregen beschieting voor ons. Hè. Dus ik ging naar links en naar rechts zigzaggen. En ik zag die kanonballen dat voor ons een tang vallen. En ik zat buiten, en die kon binnen, kon ik dat niet zien. Hè. En dan was dat Gerard links aan het zien, rechts aan het zien, Karade uit. En als we van boven op de neuvel kwamen, dan waren we in veiligheid. En dan hebben we onze tang gedraaid en de loop in waterpas gezet en tegen een heel dikke dennenboom gereden. En met die loop tegen die dennenboom, en dan heeft Gerard in eerste vitesse en dan stilletjes aan met de panzer naar voren, maar die druk van binnen, waar dat die loop mee achteruit moest komen, die was zo hoog dat die in onze panzer alleen naar achter duwde. Want ik dacht, wij zitten niet met een bom binnen, hè? Dat kost ontploffen. Hè? En dan zijn we gereden dat we een kerktoren zagen. En dan hebben we van voor op het kanon, dat noemen we het vaderkruis. Dat was in garendraad, dat daarop gezet en het slot eruit gepakt en daar gekeken en daar ons apparaten terug op afgesteld. En wij konden wij terug ons gevecht hernemen. En dan hebben we dus wel nog een keer een ding beleefd dat ik nu precies niet al te graag vertel en dat dan toch echt gebeurd is, dus wij moesten ons terugtrekken. Daar stond een overmacht van Russische tanks en daar is Oberscharfiener Nickel gesneuveld. Oberscharfiener Brunner dacht dat hij blind was en hij wou zichzelf moorden en Gottfried Kardoen van Roeselare heeft zijn revolver uit zijn hand geslagen en Brunner was niet blind, want hij heeft ons over enkele jaren nog een keer bezocht, maar hij is intussen tijd overleden. En we moesten daar dan terugtrekken. En op die neuvel stond een Stalinpanzer. Maar daar waren wij met ons kanonsken echt machteloos tegen. Je had van voor een bepanzering van 28 of 30 centimeter dik. En dat was, maar die koepel, die draaide op een ring rond. En die was kwetsbaar. En ik zeg tegen Boebi, met een richtkanonier. En Boebi richtte op die koepel. En die toren kon niet meer ronddraaien. Dus dat was geen gevaar meer. En dan hebben wij nog die kettingen kapot geschoten en dan zijn we teruggereden. Want ik weet nog, daar waren twee officieren van de luchtmacht en die pleegden vaandelvlucht. En ik heb naar die mensen geschoten en ik heb die teruggeroepen. Want bij ons was er ook een officier van de luchtmacht en die was aan zijn voeten zwaar gekwetst. En ik heb tegen die twee officieren gezegd, kijk, pak die man mee, dan heb je tenminste nog reden. Om die op, want ze werden overal opgehangen. Hè. Dat was ongelooflijk als je achter front kwam. En je waren wat ver. En ze vond niet aan een elektriekpaar van een boom. Ze maakten daar geen pardons kunnen over. Hè. En dan zijn we teruggereden. En dan kwamen we op een zeker moment aan een brug. Over een redelijk brede rivier. En die brug die ging zo bergop en bergaf. En we rijden over die brug. Frans, en dat is echt, hè. We waren maar goed over die brug, misschien 100 meter daarvan, als die brug in de lucht ging. Als ik die betonblokken zag vliegen, hadden die bovenop mijn tang gevallen. We hadden moeten creveren, maar mijn kosten daar niet mee uit. Echt waar, hè. En dan zijn we teruggereden en dan komen we in het veld en daar was een spoorwegdam. En we moesten daarover. Maar ja, een Netzer, dat is geen al te zware tank, maar die heeft ook geen al te sterke motor. En dan, Bauer heeft dan dus een aanzet gedaan om op die dam te rijden. En wij zaten daar van achterin en die infanteristen van bovenop. En die hebben mee stoten om daar terug over te geraken. Ons hart klopt tot in ons keel. Openlijk geraken we daarover. En als we dan zich dan boven voelden dat die panzer hem terug op zijn gewoon plooila, hè. Dan was ik zo opgelucht. Dus we zijn naar beneden gereden. Maar die infanteristen, die hadden ook verrekijkers bij. En die klopt op mijn schouder en hij zegt, kijk een keer achter u. En ik pak mijn verrekijker en ik kijk achterom. En dan zie ik zo een 2 kilometer een 12-tal Russische tanks afkomen.
Ik zeg, wij moeten niet blijven staan. Want die zijn veel sterker, die gaan daarover rijden en die gaan ons allemaal inhalen. Dus wij hebben ons dan gedraaid en wij hadden dat geluk dat ons kanon juist over die dam kwam. Dat was voor ons natuurlijk een grote bescherming. En dan hebben wij systematisch in het midden, links en rechts die tanks uitgeschakeld. Want je moet dat afzonderlijk doen, dat ze daar niet, dat ze dat niet in doorkrijgen. Want dan als er, gaan ze hun aanval erop starten, hè, meer concentreren. En dan zijn we dus teruggereden. En dan hoor ik de 8e mei in de radio bij ons zeggen, en dat was dat Dönitz, de admiraal van de marine, die had dan het bevel van Hitler overgepakt, dat Hitler dus zelfmoord gepleegd had en dat het Duitse leger gecatapulteerd had. En dan zijn we toevallig, want wij wisten van niks, in een bos terechtgekomen waar dat onze tros nog stond. Een tros, dat wil dus zeggen de verplegingswagen, de wagen van de mechanikers met menu's en met benzine en zo. En al die voertuigen die stonden nog intact. Want de deuren stonden overal open. En ik kost met een auto rijden, maar ik heb me nooit niet gewaagd van in zo'n auto te stappen. Want ik wist niet of daar een boobytrap in lag. Hij kost de deur pakken en je kost een handgranaat ontploffen. En dan zijn we dus uit onze tank gestapt. We hebben allemaal ons persoonlijke zaken, hetgeen dat we konden meedragen, eruit gepakt. En ik heb als commandant het bevel gedaan. Dus een mijn in de kanonloop, het slot toe, de lont naar buiten. Een mijn in het motorenruim, de deuren terug toe en het lont naar buiten en de lont aangestoken. En ik heb mijn tank vernietigd. En dan zijn we te voet teruggegaan. En ik moet zeggen, die eerste dag, dat was een martelgang. Ik weet niet of dat je Opwijk kent, of dat je Baardeghem kent, maar ik zou je bijvoorbeeld zeggen dat de Russen in Moorsel stonden en dat maar wij in Opwijk waren. Dus een kilometer of 6-7, het Russisch leger achter ons. En wij moesten dan 80 kilometer voor bij de Canadezen te geraken. En daar waren we dan tenminste in westerse handen. Want ik weet nog goed, Frans, de Canadezen die reden ons voorbij met tankwagens en met vrachtwagens, met soldaten op. En die waren vriendelijk bij ons en die zwierden bij ons en die namen ons niet gevangen. En toen ging er de spreuk rond dat er Amerikaanse generaals waren die het Duits leger terug zouden herbewapenen en terug tegen Rusland gaan. En ik heb thuis een boek waar dat verslag in staat en dat is echt plaatsgevonden. Dat is geen vertelsel. Dat is echt plaats gehad. Dus dat is waarschijnlijk ergens toch dan niet doorgegaan, maar dat is echt gebeurd. Want dan later heb ik dus mijn uniform uitgedaan. En heb ik op een boerderij, ik weet het nog, een KROM gevonden, een groen en een bruin en een grijze hoed en die verandste een broek. Mijn leren jas heb ik altijd bij mij gehouden, omdat ja, dat was dan een bescherming, hè, en dat was ook dan feitelijk een militaire jas en dat was feitelijk een jas van de marine die we gekregen hadden, een groene jas. En die heb ik dan tot in België, heb ik die bij mij gehad, want ik heb die in België in Neder-Overeenbeek in kamp verkocht aan een Belgisch officier van een halve kilo toebak. En dat was voor ons veel, veel geld. Dus wij zijn dan wel in een kamp gekomen en buiten stonden allemaal Canadezen. En daar waren er veel bij die goed Duits spraken. En als we alle 50 meter was er een kampvuur, want er was daar geen prikkeldraad, maar daar zaten daar duizenden mensen bij je. He, vluchtelingen, mensen die gewerkt hadden, van alles, dus alle mogelijke rassen. En ik heb daar ook SS mannen zien lynchen van het publiek. En wij sliepen, wij waren met 7 man. Ene van de marine, ene van ons zonder bloedgroepen en nog een van de Weermacht. Dus wij moesten naar de controle gaan. En buiten aan het bureau, in een briefje omhoog, morgen controle voor de ontluizing. Maar dan stond er in dikke drukletters, wij hopen dat de ontluizing het nodige resultaat oplevert. En daar begon bij mij dat te kriebel, want ontluizing is uw armen omhoog
de bloedgroepbekende en dan die van de marine en die van de weermacht en die van de, ons man, die zijn 2 keren geweest. Maar wij hadden geen kaart, want dat was een displaced persoonskaart. En die moest ik kunnen voortdoen voor eten te krijgen. En in het begin was dat eten nog rijkelijk. Maar alle dagen werd dat minder. Dus onze collega's kosten ook zoveel meer delen met ons. En naast ons lagen Hollanders. En ik moet u zeggen, Frans, dat was krapoel van het laagste allooi. Die vrouwen, en ja, kom. En ik zie nog altijd neven ons tent een tas staan met een grote tafel chocolade op en met 2 kaarten op. En ik pak die chocolade, want die Hollandse die zei tegen die man die bij haar waren, ja, ik heb daarvoor mijn benen moeten opdoen bij de Amerikanen voor die chocolade. En ik pak die chocolade en die kaarten en ik spring binnen in ons tent en ik maak Boobie wakker, want die was boos op mij. Waarom moet je mij wakker maken? Ize. En hij had zijn kaarten gevast en daar stond de controle van het Engels leger. Om te kijken, dus wel een kaart. En dan ging ik bij die soldaten. En ik kon toen een mond vol Engels. Maar die spraken dan ook vrij goed Duits en ook sommige Nederlands. En aan de andere kant was een Belgische kolonie met een Belgische vlag. En dan zeg ik tegen die mensen, ik ben een Belg, I am a Belgium. Ah, zeggen ze, ga daar maar over bij uw Belgen. Want mijn vrienden wouden eerst niet meekomen. Ik moest erop roepen, ze zeggen, mannen, kom mee. Hè. En wij komen daar in dat Belgisch kamp. En daar kwam ik dan tot conclusie dat de bekant allemaal Oostfronters waren. Dat om die in Berosa. Echt waar, hè? Ja, natuurlijk, we kregen daar dan een tent, we kregen dan een goed eten. En daar werden we dan op kamions geladen. Dus om gerepatrieerd te worden naar België. Maar onderweg, laat ons zeggen, ik weet niet hoe ver, 50 of 60 kilometer, stopten die auto's in een kazerne of in een school en moesten we in de kazerne binnengaan en werden we gecontroleerd. Dus armen omhoog en dat was dat DDD-poeier, dat ze daarna moesten doen, steken in de bak, hè, want dat is na groot vergif, hè, met kilo's op haar kop. En ja, en we wisten dan toch altijd daarna te bootsen. Ja, men deed het tegen ons broek deed en onder ons armen. Maar soms was dan een keer met een stempel. En die mannen kwamen dan rap terug dat die stempel nog nat was. En dan drukte men die over. En op een zekere keer stond men aan een kazerne. En we gingen daar binnen. En standaardags kwamen we daar buiten. En ik stond met mijn kameraad, met Bob, op de kamion. En ik kijk van die kamion. En recht over mij stond een opwijkenaar. Zij vuil thuis. En die is vader was ook een kleermaker. En die is zijn onkel was ook een kleermaker. En mijn vader was ook een kleermaker. En Paul Uithuis was van mijn jaar. En Paul die is priester geworden. En zij is dan later de kopman van het ACV geworden. En ik ben zeker dat chef mij toen niet willen kennen heeft. Daar ben ik 100% zeker van. Dat die man zijn mond gehouden heeft. Want anders zat ik in de bak toe. En ik zeg tegen Bob, zeg Bob, dat is een ophekkeneer. Zeg hij, als ze mij pakken, ja, zeg Bob, ik ga met jou mee. En dan zijn we, dus stuk per stuk, met camion, altijd met etappes. En dan reden we door het dorpje waar we onder de oorlog in Lüneburg rijden, ingekwartierd waren. En dan zie ik de dochter van de boerin alle was daarop aan. En dan zie ik waar dat de schrijfstube was en dat we allemaal gelegen hadden. En ik dacht openlijk en ik zat op onze kamion en dan begon ik te luisteren wat dat er allemaal verteld werd. En daar zat een mens op van een concentratiekamp in zijn pyjama. Maar ik moet zeggen, die man was niet mager. Echt waar. En één vrouw. En de resten waren allemaal man en dat waren allemaal Oostfronters. En in Veerden stoppen we onder een boulevard, onder bomen. En die Engelse chauffeur komt bij mij en hij zegt, ah, zegt hem, in Solingen, great control of the as-as. Ik zeg tegen Bob, zeg Bob, hij moet niet kiezen. Hè. Ja, zegt maar welke.
zeg ja. Zeg afstappen, hè. En wij stonden onder een dreef en aan de andere kant was er een bakkerij. En ik had nog oude levensmiddelkaarten. Ze kosten gemakkelijk al een half jaar oud maar zijn en die waren niks meer waard. Maar ik zeg tegen die Engelsmans dat men naar de wc wilde gaan en dat men brood wilde kopen. Ja, maar zegt hem, binnen een half uur vertrekken we niet. En wij in die bakkerij binnen en er waren mensen om bestel en we vragen aan... En we vragen aan die bakkersvrouw of dat men hem mocht uitstreten. En we komen op de hof, we springen daar over een muur, een hond die blaft, een man die vloekt, nog over een muur. En we komen op een steenweg en daar zijn we daar terug op de steenweg gekomen die naar Jedingen ging. En ieder langs de kant van de straat, want Bob, dat was een roker. En de Amerikaan die smeet nogal kippen weg van een halve sigaretten. Dus dat was aan de Nadenoor, dat was al, misschien wel al, de 12e of de 14e mei. En we gaan in het eerste huis van Jedingen binnen. En die zoon had ik, als we daar waren, in café leren kennen, Frits. En we gaan daar binnen en Frits, zijn moeder, zegt, je blijft vannacht hier slapen. Want de Pool zijn nog in Torp en dat zijn varkens. Maar in Torp lagen ook Serven en Joegoslaven. En op de boerderij waar dat wij waren, was er een Joegoslaaf en een Serp. En wij waren daar mens mee. Want als ik 's nachts op wacht stond, kwam die Serf of die Joegoslaaf al een keer buiten 's nachts. En dan zei ik, Willy, verboden, ja, aber ich liebe machen mit Fräulein. Hè? En dan denk ik, zo hè. En na de oorlog heeft hij me dat geloond. Maar de Polen die zijn dan vertrokken en dan zijn we terug naar Torp gegaan. Ik ben dan op de boerderij gegaan, waar ik in kwartier was. En Boebi aan de andere kant is op de boerderij gegaan bij Dora. En wij hebben daar een heel poos gewerkt. Maar op een zeker ogenblik is daar een Engelse compagnie toegekomen in dat dorp. En dat was natuurlijk met de rust gedaan. En dan Bobby, Cardoen, Timmerman en Van Gijzegem. Van Gijzegem is van Sint Maartenslaten, Cardoen was van Roeselaar, Timmerman en Brusselaar. En Van Gijzegem is, ja, die vier zijn dan weggegaan. En ik dacht bij mezelf, het is bekend winter, waarom moet ik nu gaan lopen? En ik ben in dat dorp gebleven. Maar op een zekere dag krijg ik een liefdesbrief van een meisje. En zondagsavonds in café lees ik die een brief voor. En de mokke was natuurlijk in haar gat gebeten. Hè. En die gaat zondagsmorgens bij de Engelsman zeggen dat op die boerderij een SS-man is. En ik was op het veld aan het schelpen. Dus dat wil zeggen, de Noost, de eerste keer aan Tom, dat hij met 2 jaar overhamer. En ik had, daar was een lanceerbasis in dat dorp van de V2, waar dat ze in samen zitten. En dat was allemaal in brand gestoken en ik had daar een revolver gevonden. Een Mauser Parabella. En ik had die opgekuist en ik had die in mijn zak met 's avonds die weg te doen. Bij de Engelsman, ze ging me niks meer riskeren. Hè. En ik zie, ik was juist aan het plassen achter mijn paarden. En ik zie een jeep afkomen met Engelse soldaten en met die een boer daarin. En ik hoor die een boer nog altijd vragen, mens Peter, als du denn keine angst. Ik was zo kalm. Het kost me niks gebeuren, echt. En die hebben die mannen mij meegepakt. En die hebben dan gezegd dat hij een vrouwlijn bij Hele gekomen was. En dan hebben ze die boerderij heel mijn kamer doorzocht. Mijn matras kapot gesneden. En het schoenste was aan die deur, die stond dan tegen de muur, daar hingen 5 sierdolken aan, die niet schrikkelijk veel geld waard zijn. Ene van de marine, ene van de Waffen-SS, ene van de Luftwaffe.
ene van de Weermacht en nog één. Maar schoon, luxe, sier, echt sierdolken. Hè. En die boerin heeft me dan nog een zak met levensmiddelen meegegeven. En dan hebben ze mij naar Hazenveld, in stad ik een tegenvalling Bostel, gebracht. En dat was al zo'n kleilager van zo'n misschien een 100 meter diameter met prikkeldraad en een grote tent en een kampvuur en daar regende pijpenstelen. En ik zat buiten met mijn leren jas aan, godzijdank, aan dat kampvuur, want binnen zaten ouder mensen. En dan na een paar dagen komen daar allemaal oorlogsburgemeesters toe. Ook die van Jedingen. En die had natuurlijk een zak bij. Mijn levensmiddel waar je u kon tegenzeggen, want die man heeft me dan nog een dilete gegeven. En dan moest het naar de controle komen, op die bureau. En daar komt een man van de marine aflezen wie dat er binnen moest. En ik schiet alleen nog over. En ik had toen de valse naam. Bergman Petrus, geboren de 28 augustus, ik heb de jaar 2 en mijn verjaardag gevierd. En ik ga bij die man van de marine en ik zie op die lijst dat mijn naam rood onderstreept is. Ik zeg tegen die man van de marine, die sprak goed Engels. Hè. Ik zeg, jij het zeggen, hoe komt dat ik hier nog sta? Ja, zegt hij, ik versta dat ook niet. Maar ja, zegt hij, ik zie dat daar hier, dat je daar een SS-titel hebt. Ik zeg, je moet niks van. Ik zeg, dat is verkeerd. Ik zeg, dat is een titel van het leger. Zeg maar, de Engelsman zal dat waarschijnlijk. Allee, ik moest dan binnenkomen en ik mocht dan terug mee naar de boerderij gaan. En dan komen we in een dorp en daar lagen allemaal mensen van de luchtmacht. Dus we lagen daar in huizen, we kregen daar eten en zo. En op een zekere dag komt daar iemand van de luchtmacht bij mij en hij zegt, kijk, zegt hem, morgen vroeg moet je om 6 uur aan dat kruispunt staan. Want dan komt er een auto u oppikken en gaat je terug mogen gaan werken naar de boerderij. Maar we moesten nog een controle passeren. En we komen aan die controle. En daar waren allemaal brakken, maar daar stond ook geen prikkeldraad rond. Maar daar moesten we dus een onderzoek gaan bij de dokter en zo. En ik was bij de dokter en dat was een dokter van de luchtmacht. En die controleerde mij vluchtig en ik was gepasseerd en ik kom daar buiten. En daar komt een Engelsman en die vraagt aan mij of dat ik al op de politische prüfung was. En ik was een beetje met een kluts kwijt en plek van ja te antwoorden, antwoord ik nee. En ik moet daar in een kamer binnen. En daar komt daar een bij, met een rood mutsje, pinneken op zijn muts, een officier. En die gaat achter zijn bureau zitten en die begint met allerlei vragen te stellen. Hoe oud ik ben, waar ik geboren ben en bij de Hitlerjugend en bij de NSDAP, hij kent dat allemaal. Hè. En dan moest ik mijn hemd uittrekken en mijn leren jas. En ik trek mijn hemd uit en mijn lefken, ik sta in mijn bovenlijf. Hè. En dan zegt hij mijn arm omhoog, ja, ik den deze. Hè. En den deze, ik had er altijd al zo een crème dat er een beetje camoufleert. Maar ja, je ziet die verwonding nog, hè. Want hij is daar levend uitgebrand, hè. Met een stuk karton, hè. Laag ik op de grond, hè. En met 4 man liet hij me vast en dan... En dat stond nog, en dat deed nogal zeer, hè. En dan tegen me, you as aas. En ik, nee, ja, nee, ja, nee. En op den duur, ik heb mijn voet nooit. En ik stond in perfecte houding. Ik zeg, jawel, wat van SS. Dan doet zijn schoof open en een revolver op tafel. Frans, ik zweer aan. Ik zweer aan eerlijk. Ik lach door een man vierkant ooit. Ik zweer echt waar. Ik zeg tegen hem. Zeg, wat van zijn leven in de kogel over de vloot. Zeg, als je paas dat speeldingen op mijn indruk mocht. Allee ja. Ten kwestie komen op een billetje. En dan komen 2 Engelse soldaten en zetten mij in een cachot. Maar ik ben een stukje vergeten. Ik weet nog, de eerste keer in Azenveld was ook op mijn bureau. En dat was ook met een Engelsman. En ik vertel hem, dus, en hij zegt tegen mij, zie kunnen gaan. Maar dan later, als ik dan dus wel gepakt ben,
ben ik terug in Hazenveld op die bureau gekomen. En dat was terug die zelfs Engelsman. En dan zei die man tegen mij, alzo, ze waren toch bij de Waffen-SS. Dat ik hem bij de neus rondgevoerd had. Dus ik kom op die bureau en ik word daar in een cachot gezet. En ik had honger en ik klop op de deur. En daar komt daar een soort veldwebel van het Engels leger. En ik zeg, ik heb honger. En dan men brengt me daar een pot porridge, een brood, boter en kaas. En ik eet dat pot porridge, je weet wat dat porridge is, havermoutpap. En ik eet dat pot porridge leeg en ik vraag me om te wirren. En hij zegt, waarom? Dan zeg ik, ja, als ik niks te eten krijg met mijn vrucht, mijn brood nog. En een poes nadien brengen ze dan een Duits binnen. Een reus van een vent met zo'n zak. En dan doen hij als klauw en die elimineren en alles. Ah, ja, 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 ja. Ik zeg, was iets los? En ja, zei ze zijn mij opgesloten. Ik zeg, ja, tegen hem. En bij welke eenheid waren ze? Ah ja, ik was bij de lijfstandarten. Maar ik had mij zelf aangegeven. Ik zeg, ze zijn een veigeling. En ik verkoop dan een klets tegen zijn kook, dat dan bekend tegen de miervloer. En dan op de deur bonken. En dan een Engelsman komt terug, hè. En hij vertelt en hij zegt, een Engelsman zei, zeg, ja, zeg ik, zeg, dat is van mij een lafhoort. Zeg, ik probeer dat te ontkennen, voor vrouw te blijven. En dan een schat in zijn broek. En Scorseni, dan zat er roeig. En dan ben ik met een Duits en met Scorseni onder een escort geleend, precies een lofwacht van de koning van Engeland. Gelijk als een Scorseni dan vervoerde. Hè. En dan ben ik in Vallingbossel terechtgekomen. En daar lagen een paar onderofficieren van bij ons, want hij maakte mij toen nog bevorderen. Zo, hij was volk en er wel spoot van, want drink na geld daar. Ik kwam hier sengs getrokken. Hè. Maar ja, dan tot, pas ik alles is verbod, is gedaan. Hè. En dan moest ik ook naar de controle komen. En ik had in mijn portefeuille, ik heb dan toos nog altijd liggen, toet versleten in oorlogsmateriaal. En mijn moeder en mijn vader dan een foto ter hudde van een postcout. En mijn zuster, meer plechtige commune, ook zo'n foto van een postcout. En dan van ons geburen allemaal portrettetjes, maar dat waren dan gewoon van een kodakje in taart. En ik moest naar de controle komen. En ik had mijn foto's op mijn bridge laten liggen. Dat wil zeggen, planken en een lege zak en een deken. Maar ja, we waren gewoon vanuit te slapen. En ik kom op die controle en daar zat een vosjes, Engelsman, zo'n tafel. En ook een met rood blokken op zijn muts. En het schijnt dat er een papel die net was. En dan vroegen ze mooi wat mijn foto's waren. Ah, je vergeet. Ja, ja, allee. Dan krijg ik een soldaat bij mij. Dan moest ik naar mijn brak gaan. En dan moest ik tegen de soldaat zeggen in welke Brits dat gaat. Dus dan is alleen binnengegaan en mijn foto's meegebracht. En dan op tafel geleid. Maar nou wat dat toch wil lukken, dat dan in de foto van mijn zuster ter kom Dendermonde opstond. En een andere foto, Droesbeke Merchten. En dan is de roetmusken dan in Merchten gelegen. En dan doet zijn portefeuille open en dan houdt hij een foto op dat bij Droesbeke laat hij fotograferen. Dus ik was mijn vertelsje van Duts zijn op Bergen. Ik was dus, en ik zag dat ik Vlamingen was, negens en een Belg. En ik kreeg slag omdat ik Vlaming zou. Hè. En dan zijn we dus gerepatrieerd met de brigade Piron van in Vallingbostel op een trein gezet en bij ons op een trein bij Paasdammen in de wagon waar dan normaal 12 tot 15 mensen in kunnen toch met 25, 30 man in stond want wel kosten ons nog niet nee zijn. En de mannen van de brigade Piron die hebben alles gestolen wat dat mogelijk was want ik zeg dat er een Engels officier niet was de spoorweg met Sepiet. En dan zag dat gebeuren. En dan riep op de soldaten, lassen ze die mannen in roeien. Dat zijn ook soldaten. En dan zijn we in Schouwerbeek afgelost. En ik ging toen met een stok. En dat was een stok
dat de Russen met een brandgalas schoenen gefantaseerd hadden. Met zonnestraal schoenselen. En ze pakten mij dan af en dan kreeg ik dan nog slag mee. En dan zijn we daar van het kamp naar Nederoverheenbeek. En dat was een tentenkamp. En dat waren allemaal kloktenten, rommel. Wat dat minste plots was aan ons voeten. 12 man met 12 paar voeten. Aan een stok ligt dat om een keer neer. En dan de winter kwam. En wallen braken de tenten af. En dan ben je ze soldaten. Dat deed zo, hè. Maar wallen groeven door een put in. Hè. Van een halve meter of nog dieper. Hè. En de jaar rond ons tent. En dan een gerecht rond voor de afwoudering. En dan al wel een blikken doos. En er worden Engelse koekjes in. Zo'n pakjes, waar dan al de chips in zijn. Met wel kiksjes. En een doos cornetbeef, dat was van de hele dag. Dus, 3-4 dagen naar de wc gaan, want dat was niks. Hè. En in die blikken doos moeten we een vuur. En dan op een merget, de waszuil, dat waren boten. Een afdak met kruntes, kaat water en dat kost dat gewassen. En we wassen ons in onze bloed en we worden dat gewoon. En op mijn merget kom ik daartoe en daarna wel hem opgehangen. En dat was wel een dat iets op zijn kerfstok was. Want en later, als ik in kastilte zat, ik was nog niet veroordeeld. En we lagen in kastilte in een kamer met pas met 35 man. Waar dan normaal 12 man in lagen. Want wij kregen altijd s'nachts bezoek van gendarmen. En dat was af zo'n muur. En dan stampten ons met geweerkolven. Het was ook smeerlapperozen. Zowel als en dan, op een zekere keer moest er een van de wolen bij ons naar de crossroad. En dan wist dat hij de doodstraf kreeg van zijn navigaat. En dan is binnengekomen en dan heeft waarschijnlijk een diezende chance van zijn leven gehad. Als dan een binnenkwam, in de kamer stond een parava en daar stonden 12 kamerhemers. Bij ons gevoegd te doen. En alle avond moesten ze dan naar beneden dragen. En kastilten, als je veel kastilten komt, in de linkerkant was een grote trechter gematst. En daar liep een straal water en daar ging alles het kanaal in. En dan is meegegaan naar beneden. Hij is zijn nemer leeggemokt, is op door een trechter gesprongen, is over de muur gesprongen en daar stond een auto en daar was weg. En de bewakers zijn boven gekomen en de gendarmen, de bewakers hebben er nogal onder de voeten gehad, hè, dat ze daar niet afzonderlijk gaven. Maar, hè. En daar was verdwenen, hè, kameraad. En dan ben ik van in door Vereenbeek, zijn we eerst naar Beverloo gekomen. Want ik weet nog in kamp van Beverloo. Aan de poort stonden 2 pastoors met een machinepistool. En, dan ik ging nog naar de kerk. En dan ben ik de biechten gegaan en naar een pastoor. Daar stelde alle vrouwen dat op niks trokken. Hoeveel maskers dat me verkrachten, hoeveel dat me voor. Allee, niks dan met de biecht iets te doen en ik ben niet meer te biechten gegaan. En dan, dat brak voor het bezoek, dat gerot niet af. Want dat was winter. En in Beverloo aan de Dutse een natte vloer geleid. En Wallen brokken daar vloer op, voor ons stoof. En dan onder tak, daar een balk kan nog weg en daar een balk. En met pinnetjes door de pennen vast. Als dat woonde, dat tak, dat ging bekant over een 2 Frans. En dat brak, rokken dan toch af en dan kwam er bezoek. Dus mijn vader en mijn moeder, maar ja, van Beverloo naar Brussel. En van Brussel, dat was 6-7 keer overstappen, hè. En dan kwamen we in de brak en dat was dan gelijk als een dierentoon. Hè? Een gang, bewakers, dan zo ver trullers en dan wal. En mijn moeder, de eerste vraag, dat was dat mijn benen, dat mijn benen was, dat mijn benen moest laten zien. En de tweede vraag was of dat nou de kerk nog ging. Kun je daarna geleven? En ik zei nee. Hè. En waarom? Adolfi. En wij zijn mijn moeder. Peter Droes zat in een booghout en dat is een van 100 meter in zijn vierkant. En er stonden zoveel bomen in. Als er 10 slecht in zijn, de anderen werden toch ook niet omgekapt. En mijn moeder met hen terug, maar dat waren de 2 broenpuiters. Want de foto's dat na boem, die stoken toen in een ovale doos met voetpoeier. En ik heb dat bij de puiters gedaan en de puiter van Beverloo naar opgebracht.
Want hij zijn dan louter gepakt omdat ze brieven smokkelden en hebben dan ook in de bak gezeten. En dan van Beernoot Kastilten. En dan ben ik in Kastilten gekomen en op ons kamer woonde Jong van Opek, Frans Roelands. En dan hebben we vastgepakt en schreeuwde, ja kom. Hè. En dat was niet eens Opek en hij dat ik dan tegenkwam. En in Kastilten, ik kan niet meer zeggen hoe dat kwam, de bewakers waren mensen. Dat deden de job. Voor de witte brigademan dat bewaker geworden waren, dat waren verkes. Maar in het algemeen doen we rekenen. Dat wordt de bar nog niet eens kosten lezen. Als er bezoek was, hè. Zeg chefke, wordt dan nou al geschreven, een kind gaat dat lezen. Hè. En ik was door fatiek. Dus de chef bewaarder, dan deed met een bureau komen kosten. Ik mocht smeren het brood uitdeel, snoeren ze de soep. Allee, ik was er zo'n beetje en dan bracht ze de Italianen binnen, dat in de koolman niet meer wou werken. Ik heb de Italianen zelfmoord plegen. In Kastil. Echt waar? Echt gebeurd? Mensen dat uit de venster spronken. En dan werd ik veroordeeld. En ik en mijn advocaat pas dat toen Nossa uit. En dan kwam de eerste keer bij mij in de advocatenzaal. En de meneer zei, hoe zei het tegen mij? Ik dacht die van een jongetje te vinden, want die moeder spreekt altijd van mijn zoontje. En dan zouden we tegen mij, kijk, zei, je moet op de krijgsraad, al deemoedig doen en onderdanig en dat je spijt hebt. Frans, ik kost het niet. Ik kost het niet. Echt, ik kost het niet. Met de beste wil ik kost het niet. Allee ja, dan stond ik veroordeeld. En dezelfde zelfs dag ook nog op hekkenheer. En dan scheet in zijn broek. Goed zijn naam niet noemen, want ik spreek even. Hè. En dan levenslange echtenis, burgerlijke en militaire rechten komen. En dan werd hem in Kastil ons noppen afgesneden. En dan moest het leger schippen. En dan moesten we een papier tekenen dat we ontslag had. Maar ik kostte dat papier niet tekenen, want ik kon geen ontslag gaan noemen. Dat was een leugen. En dan kwam ik in Beverloe bij de levenslange terecht. Ja, en dat was er natuurlijk een boelteke, hè. Daar zat er me niks in, hè. Dan kwam de bezoek van het ministerie van Holland met mannen van de marechaussee-officieren en Wallen speelde een merkbol op. Meneer, doe dat beenneke weg en mijn kroeg en mijn kerf onder de pomp water in doen en alles, alle mogelijke noersleden verkopen. En dan brachten ze op een zekere keer in een binnen dan een deel kameraden verklikt hadden en dat worden gefusilleerd. En wel wisten dat. En smerig was om 6 uur een appel. En het appel werd opgelost en we gingen allemaal naar Vavé aan de poort. En de twee oerbewakers, het ene was de grote Nertog, ook een verke van de vent, en het andere was een kleine zomer Stanske tegen. En Stanske was van dienst en dan voelde natuurlijk nattigheid. He? En dan kwam de brede politie binnen. Nee, de eerste soldaten om de toren met een machinegeweer. Maar ja, wel, jongens, je kunt van ons 10 of 20 doodschieten, maar wel onder aan af. He? Goed, dan maar van weg. He? En dan gingen we van weg. He? En dan brachten ze door een Antwerpen en brachten ze dan binnen. En ze moesten dan direct in het bureau van de bewakers doen, he? Want ze zouden daar gelyncht hebben. En dan was er in het gevangen, was er een cachotapout, een man dat wil misdroegen en hij had in de bak gezeten. Maar dan hoorde men zeggen dat hij terug naar Antwerpen ging. Dus, Wallen stond Sander de Smerges, allemaal in de poort. Hè. En ze moesten hem dan uit dat cachot, als zo'n 100 meter, tot aan de poort brengen. Dan is de politie, brede politie moeten komen. Hè. Voor dan te escorteren, hè. En dan zijn er nog mannen gerokt, hè, en hem toegetogen en alles. Hè. En dan heeft hij louter in een bak zelfmoord gepleegd. En dan ben ik teruggekomen, 20 jaar. En dan vind ik derde keer 10 jaar buitengewone echtenis. En buitengewone, dat is een criminele veroordeling. En daarvan ben ik dan ongeveer bekend, al een paar maanden minder dan 5 jaar gezeten. En dan ben ik, hè, naar huis gekomen. En ik was Jans, ik heb me tegen Herman nog verteld,
van de M waren er veel mannen in Kastilten. En zo'n de bezoekgroepen moeten in twee splitsen. Het een was woensdags en het ander was zaterdag. En Moens, dat was een jongen van Dendermonde. En ik kostte. En ik kwam Moens tegen. Allee, we kwamen toen ook nog geweest en werken over doen, op vliegplan. En Jeffke, de wachter van Wintam, en ik wilde sliepen even steen. En we hadden een stoel tussen ons gezet en een boterham gepakt. En de pietjesbak, weer op de pietjesbak te spelen. En de teerlingen gesmeten. En de deur stond open, want we mochten nog rondlopen. En we spelen pingpong en allee, we kosten van al. En we hadden zelf een burgemeester en een gemeenteraad in Kastil. En dan komt een bewoner in de deur, meisje naar de griffie. En heel de kamer daar vier recht gewoon een roos. Maar ja, ik was zo dik als een keer naar beneden geweest. Hè. En dan kom ik beneden in de gang. En natuurlijk, dat was allemaal parlez-vous français. Hè. En twee meters van elkaar en nog altijd vast een muur met ons aan de moeg. Vijf jaar nog die nog altijd. Hè. En er waren vier Frans sprekende in dat groepje. En dan eerst ga ik binnen. En dan komt er een poos boten. En dan kan zo, mijn moeder lispel libre. Zeg, non de Dieu. Dan een tweede, libre. Dan een derde, libre. Dan een vierde, libre. Dat was dat de mooi, hè. En alles in Frans, hè. Maar dat woord ook een libre, dat verstond toch. Hè? Frans, ik kan hem zeggen hoeveel ondertrappen dat naar boven waren. Maar pas niet dat je van 10 getoucheerde meer dat ik boven was. En op de kamer was ik dan content en allemaal was dan blauw. En dan kom ik Moens tegen, gelijk als dan op bezoek gaat. Ik zeg tegen Moens, vraag nu aan haar moeder, als ze boten komt, dat ze naar de garage de boek op Novenschild belt. Telefoon 265 in de antwoord. Nou zijn dat al zo'n roodsoffers. Toen worden dat trouw. En de vrouw, die naar de garage de boek gebeld. En mijn onkel Peter is, dan is mijn notte bij ons thuis gereden en tegen mijn vader gezegd, want mijn moeder was niet thuis. Mijn moeder zat bij mijn tante Paula in Brussel, die ging bij mijn tante Margriet naar Frankrijk, want mijn moeder en onkel, dan woonde in Maubeuge en dan was altijd Vlaming gebleven, maar dan woonde in Maubeuge en dan ging ik daar op bezoek. En dan ben ik uit Kastilte gekomen en mijn vader stond boven met mijn onkel Petrus en mijn vader was altijd door zijn vest onttrekken. En als we in s'nachts thuis kwamen, dan had ik al de familie gaan doen en dan was ik al piepeloeren zat. En als ik s'nachts thuis kwam, dan zei mijn broer tegen mijn vader, mijn vader gaat mijn vest doen. Maar ja, mijn vader zoeien en mijn broer, en dat was een tende van de miserie, dus ja, kom. En dan ben ik terug thuis gekomen en ik moet zeggen, ik heb mijn ophek. Weinig aan Bras gehad. Ik ben wel twee keer in Ikoa op de Melkaroa werken in Deen. En daar van de Melkaroa dan kost mij goed. En het was op een kermis. En ik stond aan de kerk naar de processen te kijken. En zo kon mama Marseille zitten, wel in de Melkaroa in een Deen. En dan kan iemand niet meer klappen, kan je gewoon dan een beetje onderaan vleugels nemen. Maar Frans, dan Deen, dat kost zoveel Deens, Duits als dat ik Deens kost. Maar allee, dat ging toch goed. Want dat jong, dat was een specialist. Hè. En hij dan sliep bij Jean Belou in een café en een dorpenlokaal. En als dan Deen terug naar Denemarken ging, ik was daar nog toe. Ik werd met mijn vader nog als kleermaker, maar mijn vader zei het jong zijn. Je zei, ik ben 25 jaar, je gaat dan ook niet meer onder de knie leren een andere stijl. En dan ben ik naar de vakschool gegaan in Ulst en heb ik laster geleerd. En dan deen ging gaan en Jean Belou dat kon bij ons thuis op mijn vernoen. Maar zelf zei, je moet een keer meekomen. Albert dan is kwaad. Zeg, allee Jean, allee ja, ik ben een vloer. En met Jean mee naar huis, hè. Ze gaan wel Albert, was iets los. Ja, zeiden, die rekening stimmt niet. Zeg, Jacques, rijk. Ja, zei Jacques, ik maak ik van zons niet meer rijker. Ja, maar zei Albert tegen mij, als ik s'nachts van de Melkaroa kwam, voor een speciaal werksken, dan stond mijn vrouw op voor mij. En dan moet men een thee, of moet men een choco, of moet men een soep. Dat mens moet dat toch niet vernietigen.
en dan een veranderende rekening. Jongen, zei Jean, dat ben gewoon een keer niet bij Sunsel. En ik ging met Albert mee naar de bureau van Sunsel, dat was een van de autosfabriek, hè? Van Strombeek. En dan gaf de rekening af. En Suns dan... En ik heb dat toen gezien, hè. Dan kreeg ik dan, tot dat was in de jaren... 50, 51, kreeg dan van Suns voor deze bal drinkgeld, hè. En dan ging dan aan en dan schreef regelmatig nog maar. En op een keer zat dan in Israël. Via een koelinstallatie. En hij schreef me een brief dat men een motor een 250 cc gekocht had en dat in Denemarken de mijne binnen mocht en dat naar een morgen ging sturen. Maar ik moest geen motor hebben. Maar ja, ja, nee. En dan per dag nadien kreeg ik een expresbrief dat men moest annuleren dat men toch met zijn met een motor binnenkomt. Want ik kan zijn adres nog altijd van boven. Albert Korsgant Jensen, Zovegaarde Voijens, Danmark. En dan ben ik natuurlijk dan getraad en dan kreeg ik Suns bezorgd mijn werk in de Doordstraat in de fabriek van Vlakt. Waar ze schouwen en alles moeten en plaatsen rouwen. En ik mocht gaan als lasser. Maar dat werd een opwekken neer, ook een witte brigademan. En dan kreeg ik dat bedrijf zo ver dat ze daar in stoking gingen. En dan een directeur kwam zelfs bij mij thuis. Kijk, zit het spijt me. Maar ik kan geen staking riskeren van ja, ik moet dat ontslagen. En dan later, als ik bij Simons werkte, een van de mannen dat er toen de hoofdrol speelde, dan werkte bij Simons. En mijn schoenmiddel zei, ken je dan nog Jean? Ik zeg ja. Maar dan was ik al een beetje mondiger. Dan was ik al gesyndiceerd, dan wist ik al wat aan mijn rechten en mijn plichten waren. En ik pak me nou vent bij zijn plastron, hè. Ik zeg, jong meneer, meneer, ik was er niet bij. Ik zeg, houd jij dat zeker bij? Ik zeg, maar snel nog veel van dat camera uit, snak ik de kop af, hè. Kom, ik heb ik dan bij Simons gewerkt en ja, kom, alles is in. Ik heb dan wel mijn eer herstel gehad. Er heeft wel een poes gediend, want bij ons in de fabriek kwam een sociaal assistent en dan een Wilnie Nolst. En dat was meneer de Kok. En dan kwam hij zijn stage doen. En zo dan later gebleven. En dan ging bij de sommigste mens niet bij alle man. Maar mijn man kwam daar niet. En op den dier, als ik de eerst werkte, graaf de Liedekerke, dat was de baas van Simons. Want dan was mijn dochter van Leon Bekkaert getrouwd. En als graaf de Liedekerke, als ik dan een dag of twee weer werken, dan kwam dan ik in de fabriek en ik laat mijn scherm neer en ik leem mijn handschoen nooit en ik zeg, graaf de Liedekerke, excuseer, maak haar even een keer storen. Ik zeg tegen hem, zeg, ik ga dat zelf zeggen, zeg, ik ben een gewezen oostfronter. En dan zei mijn broer zei, was een weerstander en ze hebben hem gefusilleerd. En hij zegt, wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten. Je moet geen zorgen maken. Want louter heb ik er nog chauffeur van geweest, van Graaf de Liedekerke. hoe dat een dubbeltje rollen kan, hè. Ja, dan ben ik hier natuurlijk getrouwd. Ja, kom en dan en met mijn heren stil. En dan meneer de Kok kwam dan toch een keer bij mij. En dan begin ik te vertellen en dan gaat met mijn baas. En mijn afdelingschauffeur, dat was een baron, een Fransman. En dan was dat van mij. Want als dat dan een keer tegen mij jij zeggen, hoe of ik voldoende intelligent, hoe zit ik gewoon in tot bij het slechten bij de waffen en zes. Dat kost dat man, kost dat niet begrepen. Maar ja, godsdienst en katholiek en dat was alleen, ja kom. En dan kwam meneer de Kok bij mij en dan moest ik mee op de bureau gaan. En dan moest ik mijn geschiedenis vertellen. En in opweg waren ze onthoofd, ze zitten van Providentia. En ik kost de vijf en oors krijgen, omdat ik geen burgerrecht had. En mijn vrouw werkt niet, dus dat kost geen lening kan gaan. En onze pastoor, onze dijken, meneer de Schrijver, en Annemie Roppe, de dochter van Roppe van Limburg, van de gouverneur, en dokter De Vaster, die zitten heel veel in beweging. En onze politiecommissaris, dan deed mij naar het bureau komen en mijn moeder en mijn vader, je toch niks mee spiegeld, hè?
Maar dan was daar mens nou een vrouw gedaan, of dat meisman Peter wist, dat hij een broer of een zoon. En dan moest ik dikke snikken gewoon inlichtingen geven. En om die zei de commissaris tegen me, ja zeg, ik heb ik van aan, ik ging klachten, gedraag dat goed, ik kon de verzorgen dat je een herstel krijgt, zei commissaris. Dat deed geen zin. Ik ben voorwaardelijk vrouw. Die 5 jaren moeten verbouwen. En dan ging dat toch in. Maar ja, dat was dan natuurlijk afgewezen. Maar dan louter. En dan de kok. En dan Annemie Roppe en de gouverneur van Roppe en dokter De Vaster. En dan moest ik in Brussel in de Biljartstraat naar een bureau gaan. En daar zaten ook 2 mensen van een jaar of 7, 28, gelijk als moorzoe. En dan moest ik ook mijn geschiedenis over vertellen. En dan krijg ik thuis een brief dat ik naar het Justitiepaleis moest komen voor mijn eerherstel. En ik vroeg me op mijn werk een halve dag verlof om er naartoe te gaan. En ik kom in Kastilten en ik wist welke zaal dat was. En toen ging ik zo'n brief omhoog. Over 100 mensen voor een leerstel. Maar ja, de M is niet van V, hè. En dat was om 3:30 dat dat begost. Niet om 2:00. Ik zeg, 2:00. Ik zeg, 1 voor 1. Zo lang. Ik zeg, dan ben ik in Kimmerenvlieg nog niet boven, hè. Ik ging in het Justitiepaleis een keer rond. Naar datzelfde dat ik in het oud veroordeeld was. Ik kwam tot u, dat stond er vol volk, hè. En dan hoorde ik, ja, ik heb in de bak gezeten, maar ik zei heren bij de politie schoen, ik heb hier herstel gevraagd. Ik heb dat gedaan, ik heb geen gedaan, allee, dan was ik nog een brave, als ik dat allemaal voor. En dan begon dat, hè. En de deur ging kopen, de deur ging toe, de deur ging kopen, de deur ging toe. Ik kwam ik daar binnen, ik hiel af, met gendarmen, in ornaat, een voorzitter en boorzitters, een advocaat en een vrederechter. En ik hoorde net een veel lezen. En veroordeeld tot 10 jaar buitengewoon gehechtenis. Wapendracht tegen België en zijn bondgenoten. Eerherstel toegestaan en ik was terug buiten gaan. En Sandro Smeres moest naar het Justitiepaleis komen in een gebouw Nevest. En dan moest ook mijn antwoord laten valideren van de rechter. En dat kostte mij toen 640 frank. Want van man achter het bureau, een Brusselaar. Meneer, is af een signatuur ook zoveel wijd. En dan kijk meneer Ressel. En dan zou de rechter wel. Er mag u niemand nog iets ten laste leggen. Uw dossier wordt vernietigd. Er bestaat niks meer van. En als er iemand die echt ten laste valt, dan moet je naar de politie gaan en een proces indienen. Ik heb dat nooit niet, nou nee, nooit niet, nooit gaan, nooit niet gepast. Jij kom, als toen ik je frontier niet zei, trok het me dan en mee aan. Ik heb daarin op, kom ja. En zo ben ik terug naar normale burger geworden. En ik heb dan wel dat doos, dankzij onze pastoor. En dat was door in een boy. En ik ben daar zijn naam vergeten. En ik wou dat vind 2. Relaxetels besteld bij Becca, bij Simons. Hij moest hij wel betalen, maar hij kostte moeilijk aangeraken. En met Toneman heb ik dan dank, zijn mijn heer stil gehad. En dan heb ik dan ook de Van en Oost, hebben dat nou nog altijd woon, kunnen kopen. Want ik weet nog, de kroostrekke gezin, die waren van mij niks aan doen. Want dan bellen dan ik nou, dat was zelfs de persoon. Het zeker schrik dat je 1 miljoen te minder subsidies zult krijgen omdat je een gewezen noosvonter met 6 kinderen moet ondersteunen. En ik heb dat doorzien gekregen en ik had dan wel een heel lage rentelening. Ik had dan toen 5 kinderen, als onze Bart geboren was, daar had ik dan nog wel chance mee. Ja, ik heb mijn noosdenk in afbetaald. Ik ben de eerste 2 jaar gewoond voordat ik mijn lening kreeg. Want ze wilden dat dan louter recupereren zonder terugbetaalbaarheid. Adrie Strobbe. En Drie Strobbe zei, meisman, niet doen. Het staat niet in de anaal. Dus je moet dat jaar niet betalen, want haar lening zal normaal verlopen. En dan kom ik dan op mijn oogjes naar van wat dus. En dan kon ik dan nog altijd, heb ik mijn kinderen daar goed gebracht en weten tranen en van alles. Ja, kom alleen, ja. Wel, Marcel, voordat ik u bedank voor dat heel interessant verhaal,
Eigenlijk voor u heeft de oorlog 15 jaar geduurd in plaats van 5 jaar. Ja. 15 jaar niet. Nee, er zijn mensen dat zoveel dingen vertellen dat ze absoluut op die tijd niet kunnen gedaan hebben. Ik vind dat het was al, de afstand in Rusland is al groot genoeg dat je toch in kilometers moet bijfantaseren. Ja. Ik heb van de week met mijn vrouw toevallig, mijn zuster was op reis naar Rusland geweest. En ze deed een Wolga-tour. Maar ik was haar vergeten te vragen waar dat ze vertrok. Maar ze is vertrokken in Sint-Petersburg. Maar de Wolga komt niet in Sint-Petersburg, daar komt de Neva. Ja. En in Moskou komt de Moskva. Want als ik de kaart bekijk, in Stalingrad, daar komt de Wolga. Ja. Maar ik moet mijn zus nu nog een keer spreken om te vragen waar ze hebben een boottocht gedaan op de Neva. En ergens moeten ze dan toch met die boot op de Wolga geraakt zijn. Als ik me niet vergis, is daar een kanaal in de omgeving van Moskou. Ja, dat kan wel. Dat is een kanaal. Dat kan wel, ja. He, want als ik dan zie, ik heb hier een opwijkenaar, René Legroeks. En we zijn daarmee op Droeshout samen naar school geweest. En die zijn vader was ook een kleermaker. En die zijn moeder was een vriendin van mijn moeder. En mijn ouders woonden in den tijd in Droeshout op de stad. Dat wou zeggen aan de kerk. En de mensen zijn dat stad tegen. Ja. Want mijn grootouders woonden aan Sint-Rokisch Kapelle in de Kindstraat. En de Kindstraat, dat was in de tijd een beroemdheid van juffrouw het Kind. Want daar zijn daar schrikkelijk veel processen en erfgenamen komen opdagen. Hè? Voor dat, maar ik bedoel met 15 jaar, dus nadat je terug in België gekomen was, dat er nog een hele nasleep geweest is. Ja. Je dus eigenlijk terug normale burger kan. Ja. Dus en mag ik u nog eens een keer bedanken voor de moeite te doen, om dat allemaal te vertellen, op te brengen om dat te vertellen, want niet iedereen zal dat doen. Ja, ik moet nog een klein dingetje vertellen. Ja? René Groeks. En dus René gaat naar As wonen en wij komen naar Opwijkdorp wonen. En ik sta in Milovic. Kom ik uit het soldatenhein, dus de kantin. En dat was een hele schone weg, zo'n 150 meter, met bloemen om zo. En ik zie een jongen naar mij toe komen. Mm-hmm. En hoe dichter dat we naar elkaar toe komen, hoe dichter dat René zegt, dat is Marcel Meijsma, dat ik zeg. En wij komen elkaar daar tegen. Ja. Al die jaren nadien. En we staan te babbelen. En ik krijg een slag op mijn schouder. En ik draai mij om, Theophile van den Broek, een opwijkenaar, die dan in Leningrad gezeten heeft, hè, en die dan ook in Milowitz ligt, met de heropvorming van de Lange Mark, en die dan aan mij vraagt, wat kom jij doen, als je in dat gehoud doet. En dan later is Theophile en René in dezelfde compagnie in Inderlaag gevallen. En die hebben alle twee in Tambov gezeten. Onder de grond, met 5000 gevangenen, waar dat ze s'nachts stierven gelijk als vliegen. Dat ze soms moesten een opligger vragen om de doden bevrozen op te stapelen om in een massagraf te doen. En in 1949, in de maand juli, augustus, dan komen die man uit gevangenschap. Maurice de Moer, een reus van een vent, je kende hem niet meer. Als ze mij tegen mijn gat niet stampen en ze zijn tegen Maurice, wist ik het niet. En René Legroeks en René in vol ornaat, een man van 85 kilo. Ik zeg, René, wat is het verschil in hetzelfde kamp? Maurice, graadmager, en jij, Marcel, zegt hem, je gaat me niet geloven. En dokteres is op mij verliefd geworden. Ik heb al die jaren een ereleven gehad. Hoe gegeten, hoe gedronken, hoe gevreden. Ongelooflijk.
En, dan komt, en dan, ik word dan in september, de 19e september nu, 62 jaar geleden, kom ik vrij. En enkele weken nadien komt René vrij, omdat zijn jaren van Rusland meetelden. En die komt mij bezoeken en ik laat hem die foto zien. Met Theophile en ik op. Ja, zeg, ik ken die. Want die was in mijn compagnie. Ik zeg, Theo, weet je daar iets van? Ja, zegt hem. René is gekreveerd, gelijk als een hond. Gekwetst, heimwee, diarree, geen verzorging. Gekreveerd, gelijk als een hond. Ik zeg, René, zijn ouders wonen hier een kilometer van bij ons. Durfde daar naartoe gaan, natuurlijk, zegt hij. Maar ik ga niet zeggen dat René gekreveerd is. Want ik was daarbij. En we zijn bij die mensen geweest en die wouden dat niet geloven. Ja, ik denk dat er veel verhalen zijn die ongeloofwaardig klinken tegenwoordig, maar, zeker zoveel jaren later. Maar ja, als mijn vader thuis dat kaartje kreeg dat ik in Beverloo zat. Mijn moeder was op bezoek bij haar moeder. Ik hoorde mijn moeder vertellen dat ze naar Droeshout ging. Met haar pater Noster in haar hand, hè. Bidden, bidden voor mij. Mm-hmm. En mijn vader heeft toen mijn zuster, ons Julien, met een fiets naar Droeshout gestuurd om mijn moeder gaan halen. Om te zeggen dat nog leven. Marcel, bedankt voor het verhaal. Niks, joh. We gaan het er even mee laten voor vandaag. Maar ik ben altijd bereid om nog eens een keer verder te luisteren. Gemoogd, gemoogd. Ik ben altijd bereid om nog eens verder te luisteren. Ik ben altijd bereid om te komen. Ik hoef mij voor niks te schamen. Ik ben soldaat geweest. Ik heb mijn plicht gedaan als soldaat. Sorry. We waren... Mag ik je nog eens bedanken voor het interview. En we zien ons later nog een keer. Gerne, ja.